Hi, goedemorgen. Weet je wat lekker is? Havermoutpap met kokosmelk. Ik doe 5 eetlepels havermout in een pan. Ik kook het heel simpel hoor. Dan voeg ik wat suiker toe. Ik gebruik hiervoor bruine suiker. Bruine rietsuiker gebruik ik. Omdat de smaak van bruine rietsuiker dan toch wat lekkerder is. Hè? Ik doe net zoveel als je lekker vindt. Ik hoor ervan om er 3 eetlepels bruine suiker bij te doen. Want ja, ik vind havermoutpap. Het moet toch best wel gezoet zijn. Als het ongezoet is, vind ik havermout niet zo heel erg lekker. Dus dan doe ik het zo. Nou, ik heb dan in de pan heb ik de havermout, zeg maar. Ik heb de suiker. En dan doe ik 250 milliliter. Van de kokosmelk erbij. Maar dan is het niet kokosmelk in blik, hè. Het is echt kokosmelk die je in zulke soort verpakkingen, als de melkverpakkingen, koopt. Weet je, net als sojamelk, amandelmelk, heb je ook kokosmelk. En in mijn geval heb ik ervoor gekozen om suikervrije kokosmelk, ongezoete kokosmelk te gebruiken. Dat gaat dan ook in de pan. Wat ik dan doe, voordat ik het aan de kook breng, ga ik het gewoon roeren. Gewoon roeren. En daarna ga ik het op de elektriciteit zetten, want we koken niet meer met gas. Dus dan kan ik niet zeggen, je gaat weer op gas, je gaat het op vuur zetten. Weet je wel, ik ben normaal gesproken zeggen, ik ga het op vuur zetten. Nee, ik ga het gewoon op mijn elektrische kookpit zetten. Nou, dat was het dan. Als het klaar is, ik denk dat ik als het klaar is, ik wil weer een filmpje maken om te laten zien hoe het geworden is. Ja? Nou, dat was het dan. Als je het leuk vond, geef me een like. En was je nog geen abonnee op mijn kanaal, word abonnee. Dan krijg je zulke soort video's van me te zien en nog meer. Ik heb nog meer video's. En ja, goed, dat was het dan voor deze keer. Hè? Tot de volgende keer. Dag hoor! Thank you.